En opeens zo'n kolossaal gebouw als het raadhuis, wat daar middenin werd gezet. Heel modern, heel anders dan alle andere bebouwing. Nou, dat vond men in eerste instantie misschien niet zo'n goed idee, maar nu is iedereen er trots op. Want ja, daarom heet het ook Raadhuiskwartier natuurlijk. Dit is de week van het Raadhuiskwartier bij RTI Hilversum bij de Zomerspecial. De plaats waar je eigenlijk precies kan zien wat Hilversum geworden is over de eeuwen heen. Want je vindt hier natuurlijk het Mediapark. En Hilversum is en blijft een media-imperium. Bovendien vind je hier alles over Dudok. De man die zijn stempel drukte op de architectuur van Hilversum. En een geweldig voorbeeld daarvan is het raadhuis zelf. Wil je alles weten over het Raadhuiskwartier? Kijk dan zeker, want RTI neemt jou mee de wijk in. Het Raadhuiskwartier is ontstaan eind 19e eeuw, zo rond 1890. Dat wil zeggen, toen begon men hier op grote schaal villaatjes en gebouwen neer te zetten. Er was hier voor die tijd eigenlijk alleen maar akkers. De naam Oude Engweg die refereert daar nog aan. Eng betekent eigenlijk akker. En dat was allemaal akker hier rondom het oude centrum. Daar vond je gemengd bedrijfjes, komkommerveldjes. Daar moet je niet heel veel bij voorstellen. Maar zo eind 19e eeuw, toen waren grote delen van Hilversum al bebouwd met villa's zoals bij de Trompenberg en bij de Boomberg. Maar toen vond men het ook interessanter worden om dicht bij het centrum te gaan wonen. De grond was daar ook wat goedkoper. En toen zijn er allerlei wegen aangelegd door eigenlijk wat je nu projectontwikkelaars zou noemen. Makelaars, rijkere ingezetenen, mensen van buiten. Die legden wegen aan en de percelen daaraan werden dan verkocht aan mensen die daar weer huizen op lieten bouwen. Wat je toen kreeg waren, nou ja, eigenlijk nergens is een recht weggetje te vinden. Het zijn allemaal kromlopende, een beetje romantisch aangelegde straatjes. Heel aantrekkelijk, vlakbij het centrum om te wonen. En wie gingen er wonen? Ja, mensen met wat meer geld. Kooplieden, handelsmensen, banken, van banken. Veel uit Amsterdam en Utrecht. Maar aan de andere kant, daar woonden ook mensen, procuratiehouders, mensen in de verzekeringen. Van allerlei soorten beroepen. In de jaren 30 al woonden hier ook automonteurs en dat is dus iets anders dan al die wat rijkere mensen van buiten. En dat zie je toch doorlopend gebeuren in elke wijk, hè, dat de bevolking wat wisselend van samenstelling wordt. Het is eigenlijk een vrij snel gegroeide buurt. Maar tot de tijd dat het raadhuis gebouwd is, daarna is er eigenlijk vrij weinig nieuws bijgekomen, dat kan je wel zeggen. Het raadhuis is, men begon daar zo'n beetje te bouwen eind jaar 29. De omroep is hier gekomen, de voorloper van de AVRO, de HDO, de Hilversumse draadloze omroep, die heeft zich in 29 aan de Oude Engweg gevestigd. Nou, dat was eigenlijk de voorloper van de huidige AVRO en dat markeert ook een beetje de groei van de Hilversumse omroep. De allereerste Nederlandse omroep is natuurlijk de Stichting Hilversumse Draadloze Omroep. Zij zat in een villa op de plaats waar nu het raadhuis staat. Maar omdat dat raadhuis daar moest komen, moest de villa wijken en is ze verplaatst naar de Oude Engweg 4. Daar maakten ze prachtige radioprogramma's vol met leuke verhalen, nieuwsberichten en natuurlijk veel muziek. En wat het verhaal nog mooier maakt, is dat de vrouw van de directeur Willem Vocht erg gehecht was aan haar dienstbode. Zij wilde in Hilversum blijven. En om die reden is Hilversum dus uitgegroeid tot een media-imperium.
andere belangrijke gebeurtenis was natuurlijk de bouw van het raadhuis. Dat was een beetje een schok voor de buurt. Want je moet je voorstellen, dit waren alleen maar villaatjes, mooie twee onder één kap villa's. En opeens zo'n kolossaal gebouw als het raadhuis, wat daar middenin werd gezet. Heel modern, heel anders dan alle andere bebouwing. Nou, dat vond men in eerste instantie misschien niet zo'n goed idee, maar nu is iedereen er trots op. Want ja, daarom heet het ook Raadhuiskwartier natuurlijk. De gebouwen die er staan, ja, die zijn gewoon de waard om te behouden. Het is waardevolle bebouwing, er zitten ook wel wat monumenten tussen. En het is een mooie buurt, dus men wil dat ook wel graag zo. Paul Kruger was de president van de Zuid-Afrikaanse Republiek. En het was tijdens de Tweede Boerenoorlog dat hij Nederland om hulp vroeg. Want die afschuwelijke Engelsen hielden huis in Zuid-Afrika. Ze dreven de Afrikanen tot slavernij en ze gingen achter het goud aan van de boeren die daar leefden. Paul Kruger vroeg Nederland dus om hulp, maar Nederland bood die hulp niet. Wilhelmina, de toenmalige koningin, bood wel onderdak aan. Zij verscheepte Paul Kruger en bracht hem naar dit prachtige huis. Daar heeft hij een aantal maanden gewoond voor zolang als de Tweede Boerenoorlog duurde. Maar uiteindelijk heeft het niet veel geholpen. Want in zijn doorreis naar Zwitserland heeft hij het leven gelaten. Vroeger heette dit Minister Park. Maar dat is tegenwoordig niet meer zo. En dat heeft met de heer Lamboy te maken. Hij betrad de militaire dienst aan het einde van de 19e eeuw. En hield het lang vol. Maar liefst tot de eerste kwart van de 20e eeuw. Overigens had hij ook een hoge post bereikt. Want uiteindelijk werd hij minister van Oorlog en Marine. Toen heette dat nog zo. Tegenwoordig zou dat minister van Defensie zijn geweest. Maar ja, vroeger was natuurlijk alles anders. Wat in ieder geval van belang is, is dat hij de man was die de allereerste burgemeester was die zat in het toen gloednieuwe raadhuis. En omdat dat zo was, is bovendien deze laan naar hem vernoemd.